feestelijke ontvangst door het Welkweste Infustutus bij de opening van de tunnel. Jarenlang is erover gepraat, plannen gemaakt en overlegd met de buurtbewoners. De sfeer was iedere keer ontspannen. Drie organisaties hebben samengewerkt om de fietstunnel onder de N18 en het kruispunt N18 Richterslaan voor elkaar te krijgen. Zowel burgemeester Bronsvoort van Oostgelre als Sielke van Sloot van Rijkswaterstaat en David van Dasselen van Heijmans roemen de onderlinge samenwerking. Ik moet u zeggen, dames en heren, dat ik hier met een heel trots gevoel sta. En ik merk ook dat veel mensen van u hier vrolijk binnenkomen en dat is heel mooi. Vrolijk word je natuurlijk ook van dat wat Hetty vertelt over meneer en mevrouw Ter Plate. Geweldig hè, dat u als mensen die daar zo dichtbij woont zo naar dit project kijkt en zo hartelijk bent geweest. Want wij zijn wel gewend om civiel-technische projecten te doen, maar dit is voor onze gemeente het grootste civiel-technische project geweest. Dames en heren, en vooral ook buren, omwonenden, Rijkswaterstaat, de provincie, de aannemers, onderaannemers, iedereen die er heel hard aan heeft gewerkt. Dank. Dank ook voor uw geduld. En nou, laten we kijken wat er verder nog in het programma is. Het is misschien wat saai, maar laat ik zeggen, een langjarige stabiele verbinding gewenst voor deze veranderde en verbeterde N18. Dank u wel. Ook ik ongelooflijk trots op wat we hier hebben weten te bereiken. Vooral ook op de gemeente. Het feit dat zij met ons dit project hebben aangegaan. Dus of je nou een heel groot project doet of zo'n mooi klein project, je moet al die stappen moet je doorlopen. En ik kan alleen maar zeggen dat dat in ongelooflijk goede samenwerking gebeurd is. Ja, dan iets over deze regio. Ik wil jullie als regio ook eigenlijk een compliment geven. Er werd net al aangegeven dat dit een bijzonder groot project is voor de gemeente. Als directeur van dit soort grotere werken heb ik er heel veel meegemaakt en levert dat heel veel gedoe op, eerlijk gezegd. Een hele formele houding, contractuele stellingname. En dat heb ik hier totaal niet gemerkt. En dat kenmerkt ook vaak wel het oosten van het land, waar op een prettige, open manier samengewerkt wordt. Mannen, woord te woord, afspraak is afspraak. Ja, gewoon zeggen wat erop staat. En dat is wel een compliment aan jullie als regio. Alles bij elkaar is een prettige samenwerking geweest, maar ja, dan heb je nog niks. Dan moet er nog gebouwd worden en ook dat is hartstikke goed verlopen. 4 maanden tijd is best kort voor dit soort projecten. Er is heel hard gewerkt en er is in 3 weken een geluidsscherm afgebroken en weer opnieuw opgebouwd, erg snel. De tunnel die hierachter ligt, het grootste deel van die tunnel is in 1 week gebouwd. Dat is voor ons ook echt hard werken, dus ook dat is gelukt en daar ben ik best wel trots op. 1,2 kilometer aan nieuwe weg is er aangelegd en een hele compleet nieuwe kruising aangelegd. En dat alles in 4 maanden. Alles bij elkaar, echt een project waar we met z'n allen trots op mogen zijn. En ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie inzet, de goede samenwerking. En ik wens jullie nog ontzettend veel plezier met dit stuk van de N18. In de feesttent, speciaal voor deze gelegenheid, was er koffie met wat lekkers. Vooral voor de buurtbewoners die in grote getale aanwezig waren. De heer en mevrouw Ter Plate werden nog extra genoemd. Zij als directe buurtbewoners hadden grond beschikbaar gesteld voor opslag en mevrouw Ter Plate maakte iedere week een pan soep voor het personeel. De heer Ter Plate onthulde samen met wethouder Bart Boskamp de naam van het viaduct, Koekenveld. Daarna was er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.